Ik heb eigenlijk dit boek gekozen, Beeldhouwen. Want dat is wat ik ontzettend graag wil doen, maar nog nooit in mijn leven heb gedaan. Ik heb dit boek ook uitgekozen, want dit is eigenlijk wat ik dus de hele dag in mijn werktijd doe. Ik werk in het Anne Frankhuis en ik hou me bezig met de geschiedenis van de familie Frank, dus ook de geschiedenis van Auschwitz. En hoe kom ik daar nou eigenlijk aan? Ik werk daar al 25 jaar en ik ben er eigenlijk aan gekomen doordat ik een ontzettende lieve huisarts heb gehad die Auschwitz heeft overleefd. En zo is het allemaal begonnen in mijn leven.